iedereen. Welkom in deze video. Waar ga ik het vandaag met jullie over hebben? Wel, we gaan een paar woordjes zien in het typisch Vlaams, dus typisch Vlaamse woordjes. En we gaan met name zien de woordjes amai en oei. Hoe gebruik je die? Wanneer gebruik je die? En ja, wat betekenen ze juist? Laten we beginnen met amai. Dat is misschien nog het meest bekende in het Vlaams, amai. Amai, dat zouden we zeggen bijvoorbeeld als ja, een vorm van verbazing. Gaat dat niet verwacht of het is heel veel of heel weinig. Amai, ja, kun je eigenlijk met alles zeggen. Ik ga eens even kijken dat ik een voorbeeldje kan geven. Amai. Het is buiten bijvoorbeeld aan het regenen, maar het regent heel hard, heel hard. We hebben dan zo de uitdrukking van het regent pijpen stelen. Dus heel, heel, heel hard. Dan kan ik zeggen van, oké, ik kijk door de venster naar buiten en zeg, amai, dat regent hard. Amai. Of het is heel warm, en dan zeg ik echt heel warm, plus 35 graden Celsius of zoiets. En ik doe mijn deur open en ik ga naar buiten zeggen, amai, dat is warm. Amai. Ja, gewoon amai. En ook, je kunt gewoon amai zeggen zonder daar iets achter. Als iemand iets zegt van, goh, ik heb een nieuw kleertje gekocht en dat kost 100 euro. Dat is dus duur. En dat kan bijvoorbeeld mijn reactie zijn van, amai. En dat kan dan eigenlijk één betekenen, dat is duur. Maar dat kan ook betekenen, allez zeg, geef jij zoveel geld uit aan een kleedje? Trouwens, een kleedje of een kleedje voor de Nederlanders onder ons, want ik weet dat er veel Nederlanders op mijn kanaal geabonneerd zijn. Dat is een jurk. Een kleedje, dat is een jurk. Dus een kleedje, echt helemaal in zijn op zijn Vlaams of in het Vlaams. Dus, allez ja, dus... Dat kan dus van alles betekenen. Het is een vorm van ja, verbazing. Dat kan negatief zijn, dat kan positief zijn. Ja, je kunt er zelfs een beetje een eigen invulling aan geven. Maar gewoon, dus bijvoorbeeld, mij als kleertje van 100 euro, amai. En niks daarachter, gewoon amai. Zo van, ja. Heb jij zoveel geld dat jij een kleertje van 100 euro kunt kopen? Amai, dat is duur. Dat kan je eigen invulling die je daar kunt nog geven. Amai. Wat is nu het verschil tussen amai en oei? Oei. Oei is ook een soort verbazing. En hoe kom ik nu eigenlijk, want dat is een beetje de inleiding tot deze video, hoe kom ik nu eigenlijk op het idee voor oei in een video te gaan gebruiken of alleen een video te maken over oei. En wel, ik heb pas geleden een soort show gezien van een man. En dat is een Nederlander, maar die woont in België. En hij maakt dus heel veel van die soort comedies, grapjes over... En niet echt grapjes, maar ja, het is zo'n... eenmans praatshow. En dat gaat dan voornamelijk over ja, de Vlamingen en de Nederlanders of de Hollanders. En hij had in een van zijn shows had hij het over het woordje oei. En ik vond het hilarisch. Ik vond het schitterend om het te kijken. Ik kan het helaas niet uploaden op mijn eigen kanaal omwille van de copyright. Ik kan het wel downloaden voor mezelf natuurlijk, maar ja, bij sommige video's is die copyright echt heel vervelend. Maar ik vind het echt schitterend. Nu, maar hij gaf dus eigenlijk zo wat hij als voorbeeld gaf. Hij gaf dus als voorbeeld, hij woont al heel lang in België. Dat is dus ook echt waar. Maar hij moest naar de dokter, want hij had last van, weet ik veel wat, een of het ander. En een dokter die hem onderzocht hem. En een dokter die zei oei. En
Ja, je moet je dat dan voorstellen. Die is een blik, die is een uitdrukking, een gezichtsuitdrukking. Ja, dat is fantastisch. De dokter zei, oei. Hey, oei. Ja, ik zal u moeten doorsturen naar het ziekenhuis, want je moet onder de scanner een onderzoek doen. Oei. Enfin, hij is naar het ziekenhuis, hij in die scanner onderzoek. Wat zei die, die specialist die dat onderzoek deed? Oei. Ja, oké. Okay. Wat wil hij nou zeggen? Oei. Dus van, ja, er is iets niet goed. Ze zijn van iets verschoten. Ja, verschoten. Lieve Nederlanders, verschoten, dat betekent geschrokken. Ja, verschieten, schrikken, verschoten, geschrokken. Het is maar dat je het weet, hè. Maar trouwens, vooral die Nederlanders, allee, ja, wij zeggen Hollanders, ik weet het dat niet juist is, maar ja, dat zeggen wij. Hè. Ik vind dat heel tof, dat je allemaal naar mijn video's kijkt. En, ja, en alle commentaar, die vind ik ook goed. Dus ja, zet maar dingen in de comments eronder. En natuurlijk, hey, als je mijn video's goed vindt, geef mij een duimpje. Hè. En... ken je vrienden of familie of weet ik veel wat, die daar nog niet geabonneerd zijn? Dat is ook allemaal welkom. Maar in ieder geval, blijf kijken naar mijn video's. Want zijn er gewoon naar Vlamingen, Belgen, Nederlanders, Hollanders, wat dan ook. Iedereen is welkom op mijn video's. Super. Goed. Dus, oei. Ja, oei. Dat klinkt niet goed, want die zei oei. Ja, dus die specialist in het ziekenhuis. Hij zegt, ja, ik moet u toch nog eens een keer verder onderzoeken voor wat meer, ja, meer onderzoeken, nog, ja, weet ik veel anders, ja, ik ben geen dokter. Of dan een andere specialist en daar, die een onderzocht hem. Ik dacht iets van een echografie was of zoiets, echografie. Oei. Ja, ja, wat is nou? Oei. Ja. En ja, die man die dat dan vertelde, die zei van ja, ik woon al zoveel jaar in België en ik weet nog altijd niet wat dat ze willen zeggen met oei. Want ze zeggen oei en er komt niks anders. Ja. Wat dan? Wat is dat oei? Ja, oei. Ha. Ja, als je eigenlijk iets ziet wat misschien niet zo goed is en waar dat je van verschiet. Verschieten, hè? Voor de Hollanders, verschieten, schrikken, verschieten. En waar je van verschiet, en zegt oei. Maar ook bijvoorbeeld, allee, ik heb een glas water op mijn bureau staan en per ongeluk, ik stoot dat om. Dus dat glas water, poeps, op mijn bureau. Wat is mijn reactie dan? Als Vlaming zijnde? Oei. En niks anders. Oei. Zeg, Nederlanders, die dat kijken naar mijn video, zeggen jullie eens een keer, wat zouden jullie zeggen als je nu per ongeluk een glas water omstoot en dat water gaat over hun bureau? Jullie zeggen toch geen oei. Wat zeggen jullie dan eigenlijk? Eigenlijk zijn ik er wel eens curieus naar wat dat je dan zegt. Maar enfin, dat is zo'n situatie waarin wij zeggen oei. Ja, oei. Dus maar oei en amai, dat wordt dus wel echt verschillend gebruikt. Want je gaat niet zeggen dat je een glas water omgooit, amai. Nee, dat zeg je niet. Dat zeg je oei. Maar dat is zo'n ja, reactie, zo van oei. Maar je gaat ook niet zeggen, als je buiten komt en het is plus 35 graden Celsius of plus 30, van oei, het is warm. Nee, amai, het is warm. Beetje ingewikkeld eigenlijk, hè. Ik denk dat je het heel veel moet aanvoelen van, ja, wanneer zeg je nu amai, wanneer zeg je oei. En dan hebben we er nog zo typisch Vlaams, allee, het is geen Vlaams, het is een Frans woord, maar wij gebruiken dat in Vlaanderen. Dus, ça va, of ça va, kes. En ja, dat wordt heel veel gebruikt, hè. En, ça va, ja, ja, ça va, kes. Bijvoorbeeld zo mijn oudste dochter, die heeft er zo'n erken van aan, zo van elke keer als die mij ziet, ah, mama, ça va? Ja, en dan zeg ik, ja, ja, ça va, kus, of ça va. Ja,
Je hebt mij nou juist horen zeggen, mijn oudste dochter, die eet er zo'n erken van aan. Dat is ook typisch Vlaams, hè? Die eet er zo'n erken van aan. Maar wel, ik zou begot niet weten dat ik het moet schrijven. Die eet er zo'n erken van aan. Hoe gaan we dat eigenlijk vertalen naar een beetje schoon Nederlands? Ja. Zij heeft de gewoonte om dit of dat te doen. Ja, die heeft er zo'n erken van aan. Ja, jongens, het is Vlaams of het is niet, hè? Die heeft er zo'n erken van aan. Dan gaan we wel al naar een beetje dialectachtig. Of gewoon dialect, die heeft er zo'n erken van aan. Ja, dus die heeft er zo'n erken van aan om altijd sava of savakkes te zeggen. Toch schoon taaltje, hè, dat Vlaams. Dus we hebben eigenlijk al nu wel meer woordjes gezien dan alleen maar amai en oei. Wat hebben we gezien? Amai, oei, allee, ça va, ça va kus. En dan hebben we natuurlijk ook eentje dat we nog veel gebruiken. Dus voilà. Voilà. Dat komt ook van het Frans, hè. Voilà. Ja, als we met iets klaar zijn, er is iets af. Bijvoorbeeld, ik heb mijn huiswerk, want ik heb mijn Finse lessen, ik heb huiswerk. En ik ben klaar met mijn huiswerk. Dan kan ik zeggen, voilà. Of, voilà, het is gedaan. Voilà, het is klaar. En in dialect zouden we dan zeggen, voilà, ik ben klaar. Voilà, ik ben klaar. Voilà, ik ben klaar. Maar dat is geen correct Nederlands. Ik ben klaar. Nee, de oefening is klaar, de oefening is af, de oefening is gedaan, of mijn huiswerk is af of klaar. Maar een persoon kan niet klaar zijn, of klaar hebben, of nee. Dus, maar dat is dan weer, ja, weer een beetje een dialect. Dus ja, we hebben al verschillende woordjes hier gehad. En kennen ze nog allemaal de woordjes? Anders moeten de video nog eens een keer opnieuw zien. En vooral dat van met mijn oudste dochter. Ja, die heeft er zo'n erken van aan. Als je dat zegt, die heeft er zo'n erken van aan. Dat kan positief zijn, dat kan negatief zijn. Eigenlijk, het is niet uitgesproken positief of negatief. Het is neutraal. Neutraal, ja. Je kunt het, oh, die heeft er zo'n erken van aan. Van dit of dat altijd te doen. Ja, neutraal. Trouwens, van de morgen, deze ochtend, van de morgen, ik heb mijn ijskast verkocht. Ja. Want toen ik hier kwam wonen, heb ik een heel grote ijskast gekocht. Dat is amper, ja, 2 of 3 jaar geleden, denk ik. Met dan 3 diepvries schuiven en dan daarboven echt een heel grote ijskast. En ik dacht van, ja, dat is gemakkelijk. Grote ijskast, er kan veel in. Maar nu, die is altijd voor meer dan een helft leeg. Ik woon alleen. Wat moet ik in mijn ijskast steken? Mijn diepvriesvakken, die zijn altijd wel goed gevuld. Omdat ik altijd wel veel boodschapjes tegelijk doe. Maar mijn ijskast zelf, die is altijd voor meer dan een helft leeg. En dan denk ik van, ja, maar dat is dan toch duur in gebruik. Want in elektriciteitsverbruik, want geen een grote ijskast. Oké, dat verbruikt meer dan een kleine ijskast natuurlijk. En dus ik heb dan besluit genomen van, oké, ik ga mijn ijskast wegdoen en ik koop een kleine ijskast. Dus ik heb die vandaag verkocht, ze zijn die van de morgen komen ophalen. En ik heb nog een hele grote vriezer, een vrieskast. Een kist is zo horizontaal, maar een kast, vrieskast is zoiets verticaal met allemaal van die verschillende schuiven. En schuiven, hè, voor de Hollanders, lades, schuiven. Schuiven waar ik dus die kan vullen met, ja, van alles wat moet diep gevroren zijn. Hè? Ja, dus, maar nu, ik had dus mijn ijskast online besteld en er stond op een website levering binnen 2 werkdagen. Oké, dat is goed, dus ik dacht, wow, dat komt goed uit. Dus ik had die besteld en ja, die 2 werkdagen die zijn inmiddels al lang voorbij. Ik heb nog geen, ik heb ze nog niet, hè, mijn nieuwe ijskast. Maar ik heb wel al mijn oude ijskast, allee, oude, mijn andere ijskast verkocht. Dus dat betekent nu, ik zit hier zonder ijskast.
Oké, ik heb mijn grote diepvries aangestoken, dus daar heb ik alles van een diepvries in gestoken. Maar ja, van mijn ijskast, wat stond daar nou in? Niet veel, zijn, hè? Dus ik een overschotje van rijst en 3 pakken yoghurt. Ja, en mandarinetjes. Mandarinetjes, dat zijn mandarijntjes. Mandarinetjes, op zijn Vlaams gezegd. Maar ja, die heb ik naar buiten op mijn terras allemaal gezet, want ja. Het is hier vanmorgen was het 4 graden, dus juist was het 5 graden. Dus dat is ongeveer even koud als in mijn ijskast was. Dus dat komt wel goed, denk ik. Alleen, s'nachts moet ik het wel binnenhalen, want dan vriest het. Ja, ik wil niet dat dat gaat bevriezen, want ik denk dat dat niet goed is. Maar ja, en inmiddels, ja, we zijn weekend. Het is zondag vandaag. Dus ik hoop dat, ja, dat ik nou toch heel snel mijn nieuwe ijskast ga nemen. En ja, daar kijk ik dan ook wel naar uit. Ik wil nog één ding, wat typisch Antwerps woord, met jullie delen. Ik had het juist over boodschappen doen. Dus boodschappenkus doen of zoiets. En het lag eigenlijk op het puntje van mijn tong om mijn dialectwoord te gebruiken, mijn Antwerps woord. En dat is niet boodschappen doen, dat is commissjes doen. Commissjes doen. Vraag niet dat je het schrijft, hè, want dat weet ik niet zo. Het is ook geschreven, al het is ook geen correct Nederlands, maar commissjes doen, of commissjes doen, commissjes doen. Ik denk dat dat van het Frans komt ergens, en dat dat dan zo wat vervormd is in het Vlaams. Ik denk dat ze het in een Holland ook niet gaan begrijpen. Als ik dat zeg, ik ga commissjes doen. Nee, ik denk niet dat ze dat begrijpen. Boodschappen doen, ja. Dus ja, commissjes doen. Dus ik doe 1 keer per week of 2 keer per week doe ik commissjes. Commissjes. Ik weet niet of dat ze het ook in andere streken van België in hun dialect gebruiken, maar ik kom van de omgeving Antwerpen, provincie Antwerpen. En daar ja, spreken we van commissjes doen. Maar goed, oké. Dat ging over ja, zowat Vlaamse woordjes allemaal. Hè. En dus... Ja, ik hoop dat je deze video leuk vindt. Geef me een duimpje. En ja, bedankt voor het kijken. En salutjes tot in de volgende video.